Leo Vogels drukt op de knop bij de loods. Terwijl het doorzichtige rolluik soepel omhoog ratelt, checkt hij buienradar. Geen wolkje aan de lucht. Een bericht verschijnt op zijn telefoon. Twee uur? vraagt Hoyt. Leo stuurt een duimpje en een smiley. De ruimte en hoogte verrassen Leo steeds opnieuw als hij de nieuwe loods binnenloopt. Alle machines staan keurig op een rij. Handiger kan het niet, alleen de rooier ontbreekt. Daar is medewerker Jeroen mee bezig. Leo's blik valt op de heftruk. Misschien moet hij de zwartgeblakerde zitting toch eens vervangen. Zijn kleren ruiken altijd naar roet als hij erop heeft gezeten. Hij koppelt de loofklapper aan. Door het loof nu af te snijden, blijft er straks een schoner product in de loods over. Ook verspreiden bacterieziekten en schimmelt zich minder snel. Zijn dochters drentelen rond bij de schuur als Leo het erf afrijdt. Het is een ideale speelruimte nu, met een superstrakke betonvloer. Hij zucht, wat een klus was het geweest: het bedrijf opbouwen en het huis opknappen na de brand, en de enorme water- en rookschade die het gevolg ervan waren. Hij kan geen klusses meer zien, laat staan een stakerwerven waarin ze een tijdje wonen. Maar de boerderij ziet er weer tip top uit. Daar, bij dat raam, lagen ze te slapen, toen plots een melkrijder bij hun bed stond: Brand! Een paar uur later belde hij op advies van de brandweer Willeke die met hun jonge dochters naar de woonboerderij van zijn ouders waren gegaan, of ze nog spullen uit het huis wilden, want de brand, die in een trekker was ontstaan, bleef zich maar uitbreiden. De volgende ochtend waren tonnenpootgoed tussen smeulende resten van de loodsen waardeloos geworden. Als het loofklappen klaar is, stopt Leo nog even bij een ander perceel. Hij woelt met zijn handen onder de korte, bruine stengels die de aarde uitsteken. Zouden deze vroege rassen er volgende week uit kunnen? Hij knijpt een verrotte moederknal fijn tot smurrie en graaft verder tot hij een paar nieuwe knollen voelt. Ze zijn mooi afgehard, maar wel vrij klein. Dat komt door de hitte van de afgelopen tijd. Hij staat op en veegt zijn handen af aan zijn broek. Wat gaan ze opleveren? De kwaliteit is niet eens zozeer bepalend, maar de grillige markt. Een paar uur later haalt Leo zijn vader op om naar de jaarlijkse kaatswedstrijd in Vraneke te gaan. Het enige moment in het jaar dat het werk zonder pardon wordt stilgelegd. Kaatsen is sowieso een geliefde sport in de familie. Kijk, tulpenteelt, zegt Hoyt, wijzend op een oude vergeelde foto van grootvader Leo. Samen met Willeke maakt Hoyt een historisch overzicht van hun bedrijf. Zo kunnen ze met open dagen ook wat van de geschiedenis laten zien. Ze liepen op planken langs de ruggen, zie je dat? Toen zorgden ze ook al goed voor de bodem.